Kijk de kerouskoenen dat ik blinken. Welke dag zijn wij vandaag? Vandaag zijn wij dus zondag. Dus de tweede en de laatste dag hier in Duitsland. Wij zijn vandaag iets na 7 opgestaan. En wij hebben ons dus klaargemaakt. En zoals je ziet zijn onze valiezen en zo ook ingepakt. So all our bullshit is packed. Wat gaan we nu doen? Wij gaan nu vlug gaan ontbijten en de valiezen in de auto zetten. En dan zijn we direct weg. Want wij gaan namelijk naar... Movie park! Movie park! Yay! Today I'm wearing my cool shirt with the naked girls. Ik ga nu afleggen van we gaan eten, want we moeten doordoen, want om 10 uur gaat het park open. En het is nu iets na 8 uur, denk 8 uur, kwart of 30. Bijna 8 uur 30, dus we moeten echt doordoen. Doei! Mensen, ik kan jullie vandaag met plezier meedelen dat ik als voorbereide vloster, niet hoesten terwijl ik praat. Sorry. Als voorbereide vloster naar Moviepark ga, want ik heb een extra huurkaart en een extra pot te nemen. Oh jongen, zo blazen. Zo, oké, Bert. Dus ja, een extra batterij, Steffi, en een extra huurkaart, Steffi. En we zijn aan het ontbijt, Steffi. Uit bak, Steffi. Trut. Wij zijn trouwens super boos geweest. Wij waren hier toegekomen in het hotel en wij waren aan het sterven van dorst. En wij zaten aan de bar om een fles water te bestellen. Maar ja, Piet Jan Snot daar moest per se 7 mensen die veel later aan ons toe kwamen, eerst inchecken. Dus wij hebben daar super lang moeten wachten op het water zonder zever. 47 minuten, kijk, kijk naar mijn klok. En we daar zitten wachten op dat water. Eerst Steffi. En uiteindelijk kwam er een madammetje en zij heeft ons dat wel water gegeven. En we kwamen op de kamer en het was fucking sproedelwater. Spuitwater. Dus ja, weet je wat we daarmee doen met zo'n mensen? Die ons sproedelwater geven in plaats van platwater. Hier is die. Kijk, die boekjes, we pakken dat mee. Hup, pakken dat ook mee. Wat gaan we nou mee pakken? Hier, die telefoon, we pakken dat ook mee. Hier, fuck dat. En dat pakken we wat mee. We pakken die tassen mee. Wat pakken we nou mee? Hier, dat kussen gaan we ook mee pakken. Hup, leg dat op mijn bie. Hier, hier. Dat is ook handig. Ja, een waterkoker, Steffi. Steffi, help de kei met dat los te maken. Maar ja, dan zijn we nog gegaan en hebben ze natuurlijk nog gewisseld voor natuurlijk water. Maar 5 euro voor zo'n fles. Oh. Een haardroger nodig, Steffi? Kom. Oh, fuck. Oeps. Dus, we zitten nu in de auto. Iedereen is hier aan het praten, dus we gaan niet voor zo te vloggen. Durf dan nog een keer. Het net uw middelvinger uit te stoppen voor heel YouTube, mama. Exposed. Illuminati confirmed. Oh. We zijn weer klaar voor. Ja! Kaka, paas, slagroom, kaka. Het is nu nog een halve dag wandelen naar Ninhang, maar het is al niet jaar. Duitsers kennen er hier niet van. Even tussendoor, we hebben ons beklag nog niet gedaan, maar Duitsers zijn dus echt de meest onvriendelijke mensen op de hele wereld. VIP direct gewoon die kassa's voorbij lopen, direct met de tickets naar de ingang. Zo doen we die dingen. Ja, dus we zijn aangekomen in Moviepark en ja, we zijn aangekomen. Dat is het anders. En het park is zo kort, want er is wifi. Ja, we gaan kijken voor het allerbelangrijkste. Zijn er hier Pokémons? Man, al balkjes pa. Kijk, Eevee! Oh my god! Ik ken van eerste keer, yes! Allee, waarom blokkeert dat nu? Oh my god, nee, dat blokkeert. Oh my god, mijn spel blokkeert. Nee, zeg niet dat ik hem kwijt ben. Joepie! Die heb ik ook nog niet. Wauw, ben hier nog maar net... Oh, het zit hier nog één. Oh, het is weer zo'n domme vogel. Fucking Pudgy. Hey, in één keer. Yo, dit is Dora van de Hoer. En Bo heeft het beste gevonden van heel de reis. Zwieber niet stelen, zwieber niet stelen. Hora. Shout-out naar mijn stiefpas en papa's met zijn matchende kousen. Wauw.
gekapt. In dat park, behalve Minions, dat heb je hier echt niet. En ik kom daar slecht. Mensen, als je naar het pretpark gaat, dat is even mijn koppel. Blijf van elkaar in de wachtrij. Je moet daar elkaar niet staan uitkleden. Stond daar een meisje achter ons. Wij stonden omringd door koppeltjes. En ineens begon ze daar gewoon te grommelen. Like een fucking beer. Like, doe dat niet. Doe dat niet. Dat presenteer niet. Nee. Doe dat thuis. Huur een kamer of zo. Maar doe dat niet in een pretpark. Oké? Okay? Anyway, wij gaan nu gaan eten. Eindelijk ben ik super blij. En mijn zus ziet er echt goed in mijn regio. Bloemetje. Lola, je bent gewoon een unieke Pokémon. Dat is jammer dat we de frieten van zijn boven. Oh, jammer. Echt kapot. Jammer. Maar we moeten frieten eten. Zo jammer. Zeg, hey. Pak je van mijn broer bluffen? Je is wel een beetje te jong voor je, hè? Vieze pedofiel. Noah. Noah, had je toch niet altijd nog de torten pakken? Ja, het zijn dus weer al frieten. En ik heb een nugget gekregen. Dank u, mama, voor mijn nugget. Ik zal hem koesteren met heel mijn hart, ziel en maag en darmen. Zijn je verliefd op Steffi? Ja. Ga je ooit stoppen met verliefd zijn? No. Nu gaan we dus hierop, super stoer. Dus ja, ik durf nergens ook op film. En als die meneer of die mevrouw toelaat, ga ik hier eens op film. Wauw, super stoer. Zo hebben jullie de on-ride versie van de meest Thug Life attractie ooit. Woehoe! Ik ga nu gewoon mijn eigen bakken spelen. Wee! Ja! Ja! Mama! Ja! Nog een keer! Ja! Waarom zit er niet meer bij jullie? Oké, dus ik wil al jaren zo'n donut, dus toon een keer uw skills, in Mattie. Ik hoop dat ik eindelijk een heb. Mama! Oh, was dat erin? Nee. Allee! Combien déjà? Deux, ça c'est le troisième. Oh! Right, oh my god. Oh! Yeah, yes, yes! Guess what, bitches? I have my donut. Thank you! That's allemaal niet nodig. Dus net op geweest. Ik kan regenjas aan en je kunt niet weten hoe blij dat ik ben dat ik die regenjas aan heb. Je kunt zo echt niet zien dat ik regenjas aan heb. Like, die regenjas komt tot hier. Je ziet het echt wel clearly. Dus mijn broek is nat. Klop hier nu mijn plakbroek. Maar verder ben ik wel droog. Nu gaan we eindelijk een ijsje eten. Ondertussen hebben we ook al veel attracties gedaan. Ik heb niet alles gefilmd, maar ook nog een beetje genieten in plaats van altijd te vloggen. Niet dat vlog niet leuk is, het is super leuk. Maar... het is ook niet leuk voor mijn gezin dat ik heel de tijd tegen een camera loop te praten en de mensen in Duitsland zijn dat ik niet gewend zoals ik al zei en ze kijken echt raar. Kleine update! Kijk! Ik ben nog één! En? Nog een kleinere update! Ja! We hebben nu 3 donuts in totaal, wauw! Shout-out naar uw basketball skills, echt waar!
Jij speelde vroeger basket, dat is gestopt. Maar de skills zijn er nog bij, Mathieu. En nu gaan we hier een ijsje eten. Oké, ik heb dus grote pak, dat was dus met 5 toppings. Dus ik heb 2 keer aardbeien, 2 keer ananas en chocolaasaus. En ik weet niet of dat lekker gaat zijn, maar ik denk van wel. Heb je ooit al iemand zien genieten van ijs met marshmallows? Kijk gewoon naar haar gezicht. Ze luistert niet eens naar wat dat mijn stiefpa zegt. Ze is zo gefocust op haar ijs. Puur genieten. Nee, dank u. Mama, mama, nee, voor de eerste keer in het weekend vind ik het dus niet erg om 3 keer op een week fruit te eten. Mama, mama, hey, dat hoort. Nou, dat is, ja. Ja. Het was echt superleuk. En op die leuke achtergrondmuziek gaat mijn vlog afsluiten, denk ik. Dus ja, ons leuk weekend zit erop. Mijn reis zit erop. Dinsdag, Lona! Ze hebben toch een keer alles verpest, nee? Typisch zusters. Ga ik in een mop vertellen, nee? Uw woorden. Dat is niet waar. Ja. Kom, dag maar. Gaan we 30 keer opnieuw moeten doen of een kist? Ja. Ja. Ik zei ja. Het is Frozen. First time in forever. Mama! Frozen! Dat mag wel niet, hè? We zijn wel niet in Disneyland, hè? Wat? 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 Oh, Schmidt. The snowman. Kom, dan maken we een sneeuwman. La, la, la. Bo, ga niet zingen. Ik weet niet als dat... No, do it. It's no problem. Yeah. En dus jullie mogen mij nog altijd komen eten brengen zoals ik op mijn Snapchat zette. En ja, dat was dus eindelijk. Ik vond het super leuk weekend. Ik heb mij dood geamuseerd. En zo'n lepel. Je zijn een lepel. Het was echt leuk. Meer kan ik gewoon niet zeggen. Foto's van hier in het park en andere foto's en natuurlijk nog veel meer foto's. Kom allemaal op Instagram, wil je die zien? Volg mij dan zeker op Instagram, maar volg Steffi ook op Instagram, want Steffi heeft hier natuurlijk ook mooie foto's genomen. Voel mij zeker toe op Snapchat. De andere links staan hieronder. Noah, ik ga die lepel in je kont steken. En ja, wat moet je zeker doen? Welke lucht is? Blauwe lucht dus heeft een... Flink duimpje. Een blauw duimpje. En abonneren! Ik heb mijn vlog volledig hier kunnen filmen. Want moet je weten, mijn batterij was plat. Maar ik kan nog niet mee. Yes! Ah ja, dat was het eindelijk. Gaan we allemaal afsluiten. Ja. Roep er allemaal. Doei. Tot dan. Tot dat ik er weer zie. Never, ever, never, ever meet another cracker so frosty.